soorten pijn die je nooit moet negeren. Wanneer je pijn in je hoofd, buik of been hebt, is het normaal om een pijnstiller in te nemen, zodat je weer door kan gaan met je routine en er niet te veel aandacht aan hoeft te besteden. Het is ook waar dat je je niet te druk hoeft te maken over deze pijntjes, voornamelijk als ze niet al te vaak voorkomen. Je moet alleen weten welke soorten pijn echt belangrijk zijn. Dat zullen we hieronder uitleggen. Pijn is altijd een symptoom van niets, zoals vermoeidheid, stress, een slecht dieet of een soort infectie. Niet alle soorten pijn zijn ernstig, maar er zijn een aantal signalen die je moet onthouden om het verschil op te merken. Op pijnstillers terugvallen is niet altijd een goed idee en daarom willen we uitleggen aan welke soorten pijn je meer aandacht moet besteden. Aan welke soorten pijn moet je meer aandacht besteden? Dit zijn geen overbelaste spieren of de kenmerkende rugpijn die je kan krijgen door een slechte houding of vermoeidheid. Het is een verhoogde druk op je rug, wat gepaard gaat met een doordringende pijn en een brandend gevoel. Wat is de oorzaak hiervan? Dokters zeggen dat dit soort pijn veroorzaakt wordt door thoracale aorta aneurysma, wat veroorzaakt wordt door atheromatose. Je slagaders worden stukje bij beetje harder, waardoor je pijn in je borst en je rug voelt. Rugpijn kan ook veroorzaakt worden door nierstenen, maar in dit geval is het probleem groter en zit het aan één kant van je rug. Stekende pijn in je buik. Buikpijn is heel normaal, maar het is belangrijk om te weten hoe je de ernstige kan herkennen. Neem eerst je temperatuur op. Als je koorts hebt, heb je mogelijk een infectie. Als de pijn erg stekend is en aan de rechterkant van je buik zit, dan kan het een appendicitis of blinde darmontsteking zijn. Je kan ook last hebben van een pancreatitis of alvleesklierontsteking, of een ontsteking aan de galblaas. Als je pijn onder je borstbeen hebt, dan heb je waarschijnlijk pancreatitis. Maar je dokter moet altijd degene zijn die een diagnose stelt. We kunnen je alleen vertellen dat buikpijn altijd in de gaten gehouden moet worden. Hevige pijn die in je borst ontstaat en plotseling naar je nek en zelfs je armen gaat, en het zijn allemaal symptomen van hartproblemen die je in de gaten moet houden. Als je moe bent terwijl je bijna niks doet, of je je bijvoorbeeld misselijk voelt wanneer je de trap opgaat, dan zijn dat signalen waar je op moet letten. Pijn tijdens het plassen. Als je elke keer een brandende pijn voelt wanneer je naar het toilet gaat, dan is dat een teken van een infectie. Urineweeginfecties veroorzaken dit soort ongemak en ook een beetje vermoeidheid, koorts en een opgezette maag. Het is heel normaal om een blaasontsteking, een nierprobleem, lichte irritaties of een probleem met je blaas te hebben. Je dokter moet altijd degene zijn die een diagnose stelt. Je moet onthouden dat je je niet meteen druk hoeft te maken wanneer je pijn voelt. Zoals we in het begin al aangaven, zijn de meest voorkomende soorten pijn niet ernstig: hoofdpijn omdat je die dag niet goed hebt gegeten, rugpijn door een verkeerde houding of pijn in je been door een slechte bloedsomloop zijn normale problemen. Echter, sommige soorten pijn zijn een teken van een aandoening die je in de gaten moet houden. Negeer bijvoorbeeld nooit buik- of borstpijn.
Wanneer je een probleem hebt, neem dan contact op met je dokter, zodat die kan kijken wat er mis is. Je gezondheid moet altijd op de eerste plaats komen.